We zijn onder de brug. Laatst waren daar, was er een koe overheen gesprongen. En toen keek ik mijn eigen video terug en toen dacht ik van ja, die paal daar, die staat wel heel erg scheef. Dus het klopt ook wel. Maar laatst waren er geen koeien in de video te zien. En je ziet het, ze zijn helemaal daarheen gelopen. Kijk, want daar staan ze. En het mooiste van alles is, ze staan onder de brug hier. Hierboven heb je de A12. En nou kan het zijn dat ze geschrokken zijn een keer, omdat hij hier overheen gesprongen is, over dat hek. Omdat hierboven gebeuren wel eens auto-ongelukken. En als er dan zo'n wiel loskomt en die gaat hier van de brug af, dan kan ik me voorstellen dat zo'n koe hier overheen springt. Maar goed, ik zal nog even één keer de plek laten zien waar die precies stond. Hij is dus hier overheen gesprongen. En toen moest ik met de auto terugrijden. En toen kwam hij hier terug en ik heb in de video ook al gezien dat er sporen stonden. Nu is het niet heel erg zichtbaar, maar daar staan de sporen van de koe nog steeds. En hij wou de berg op, maar het lukte hem niet, omdat hij, je ziet het wel, te hoog is. En dat is ook maar goed, want hierboven heb je de snelweg. Ik zal eens heel even kijken of ik de beesten nog iets... Kijk, hij zit gewoon op slot, hè? Dus hier kunnen ze niet door. Ze zijn hier echt overheen gesprongen. Wacht, daar staan ze. Ja, ze hebben me wel degelijk in de gaten. Ik sta bij het hek.